Nou, waarom ik vind dat dit de beste multitool is. De 300 watt sterke motor van deze Einhell. Deze is onder de 100 euro, super handzaam. Licht, je kan dit verwisselen zonder tool. Dus dit is gewoon unlocken, dus gewoon naar links. En dan kun je hem gewoon afpakken, dan zie je wel, dan komt hij er hier al af. Maar wat is nou de beste multitool? Nou, in ieder geval betaalbaar, licht, sterk en regelbaar. Zoals je hier ziet. Met deze is echt super, want hij oscilleert zoals ze dat noemen. En hiermee kun je gewoon de snelheid instellen. Zo maak je echt niks stuk. Zo gaat er ook niks branden, hè, want het is echt wel een sterk apparaat. Dus sterk genoeg voor echt ja, een stukje frezen, schrapen, inzagen. We zijn hier in de verbouwing, we hebben hem echt heel veel nodig. Naast natuurlijk gewoon ook cirkelzagen, et cetera. Je kan in mijn ogen, ja, je kan wel zonder, maar ja, het is wel echt super. Je bespaart je ook heel veel tijd, dus je verdient hem echt in no time terug. En vooral dit, hè, die quick release, is echt super handig. Je hebt drie opzetstukjes, hè, ook voor heel smal zagen. En dan heb je echt een recht randje. En met deze gebruik ik eigenlijk het meest. En bij mijn vorige multitool, ja, die was gewoon niet zo handig en niet zo licht. En, ook die regelbare setting, ja, dat was minder goed. Dat is ook het nadeel, heeft geen verlichting. Dus op donkere plekken dan moet je even hulplichten bij nemen. Dus dat over de beste multitool, meer op de website. Uiteraard, en ik zal een link onder de video zetten, mocht je het op YouTube zien. En hopelijk waardeer je de video met een duim.